Dames en heren, welkom bij de tijd van pruiken en revoluties, les 15, kolonialisme en slavernij, slavernij in de Nederlandse koloniën, voor de AVO. Vorige les hebben we gekeken naar de slavernij op de Amerikaanse plantages, nu gaan we kijken naar de slavernij in de Nederlandse koloniën. En dit leerdoel is natuurlijk onderdeel van het kenmerkende aspect uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme. Dames en heren, we hebben gekeken naar de Europeanen, dat Europeanen naar Afrika varen, daar mensen tot slaaf maken en verschepen naar Amerika. De slavernij. Maar ook Nederland heeft zijn aandeel in de slavenhandel. Nederland, ofwel de Republiek, Nederland bestaat nog niet, dames en heren, is onderdeel van de transatlantische driehoekshandel. En met name West-Indische. Compagnie, de WIC. Die WIC is opgericht um, om piraterij, kaapvaart op te zetten tegen de Spanjaarden tijdens uh, de 80-jarige oorlog. Maar na 1648, als de vrede van Münster is getekend, de republiek onafhankelijk is, um, heeft de WIC eigenlijk geen doel meer, want er is geen oorlog meer. De WIC gaat zich vanaf dat moment richten op op de transatlantische driehoekshandel en met name de handel in slaven. En we zien dat al vanaf 1655. Dan komen de eerste honderden slaven aan in de kolonie van de Republiek, Nieuw-Amsterdam. We kennen het nu als New York. En zo zie je dus al heel snel na uh, dat tevreden is getekend, uh, wordt de slavenhandel opgezet. Vanaf 1667, excuus, werd Suriname de belangrijkste bestemming voor de Nederlandse slavenschepen. Daar is... De Nederlandse kolonie heeft daar plantages opgericht en daar moeten slaven naartoe om te werken op die plantages. Van de meer dan een half miljoen slaven die Nederland vervoert, gaat uiteindelijk de helft naar de plantages in Suriname. De andere helft uh, verdwijnt, uh, nou, verdwijnt, moet ik niet zeggen, wordt getransporteerd naar uh, Nieuw-Amsterdam, of wordt doorverkocht in de Amerika's. Nou, het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel bedraagt zo'n beetje 5% van de totale handel. Maar je moet wel bedenken dat meer dan een half miljoen. Afrikanen, half miljoen mensen, mannen, vrouwen en kinderen, zijn verscheept tegen hun wil door Nederlanders in de 17e en 18e eeuw. En mensen, dit gebeurt niet alleen door de WIC in West-Indië, de transatlantische driehoekshandel. Ook de VOC in Oost-Indië, in Azië, uh, maakt zich schuldig aan de handel in mensen aan slavernij. Nederlanders vervoeren in de VOC-tijd honderdduizenden slaven in Azië. Uh, en hoe zit dat daar in elkaar? Dat is eigenlijk een nieuw gebied waar we het nog niet over hebben gehad. Uh, Afrika... Had een levendige slavenhandel. Dat was al eeuwen zo. Maar ook in Azië is er een uitgebreide inheemse slavenhandel. waar Europeaan en dus ook Nederlanders onderdeel van gaan worden. De Verenigde Oost-Indische Compagnie bracht slaven uit India naar de plantages op bijvoorbeeld Banda. om daar te gaan werken en specerijen te gaan verbouwen. en uiteindelijk te exporteren naar Europa. Slaven deden ook in Azië zeer zwaar werk, bijvoorbeeld het bouwen van factorijen en van grote. En natuurlijk ook op plantages werken. En grote aantallen van die slaven werden persoonlijk eigendom van VOC-personeel. Dus Europeanen en Nederlanders in Indonesië, in Nederlands-Indië, hadden slaven, huishoudslaven, maar ook slaven die, die zwaar werk moesten verrichten. En dat leidde soms ook tot. Kinderen, en die kinderen, personen van Europese en Aziatische afkomst in Indonesië, werden Indo-Europeanen genoemd. Dus Indo voor Indonesië en Europeanen voor Europa. Dus dat zijn mensen met zowel Aziatische als Europees bloed. Wat mochten we deze les leren? Deze les mochten we kijken welke slavernij er was in de Nederlandse kolonie. En het antwoord daarop is, de West-Indische Compagnie, de WEC, handelde in slaven als onderdeel van de transatlantische driehoekshandel. Nederland, ofwel de Republiek, vervoerde ongeveer 5% van alle slaven van Afrika naar Amerika. Een groot deel kwam terecht op de plantages in Suriname. De Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, werd onderdeel van de slavenhandel in Azië. Grote aantallen slaven werden eigendom van het VOC-personeel. Dit leidde tot kinderen van Europees-Aziatische afkomst, ofwel de zogenaamde Indo-Europeanen.